Wat belangrijk is als je gaat schrijven voor je bezoeker, maar ook voor de zoekmachine, is dat je thematisch en relevant schrijft. Het moet dus allemaal samen één thema zijn. Het moet relevant zijn voor waar iemand op zoekt en waardoor ze op jouw website zijn gekomen. Daarbij kun je nadenken over de beste keyword combinaties door gebruik te maken van het STDC framework. Dat staat voor See, Think, Do, Care. Dat is van Google. En Google gaat heel erg daarmee richting relevantie. Dus wat wil de bezoeker van je pagina op dat moment lezen? En dat bepalen zij op basis van de keywords waarmee mensen binnen zijn gekomen. Zitten zij bijvoorbeeld nog heel erg in de oriënterende fase, dat is een beetje het see-verhaal. Zijn ze al aan het nadenken over wat ze willen, dan is het think. Willen ze al echt iets aanschaffen, dan is het do. En heb je meer after sales of service-achtige boodschappen, dan is dat care. En voor al die verschillende richtingen eigenlijk kun je verschillende zoekopdrachten bedenken. En dat ziet er bijvoorbeeld zo uit. Je hebt bijvoorbeeld transactionele zoekopdrachten. Je hebt informationele zoekopdrachten. Je hebt navigationele zoekopdrachten. Je kunt eigenlijk voor allerlei acties die je kunt ondernemen, kun je ook verschillende zoekopdrachten bedenken. En Google laat je dan ook dingen zien die passen bij waar je op zoekt. Als jij bijvoorbeeld zoekt op treinrit Enschede Amsterdam, dan krijg je gewoon meteen het resultaat wat daarbij hoort. En dat komt omdat Google al weet wat jouw intentie daarmee is. Dan krijg je een relevant resultaat te zien. Dat komt ook omdat de NS dus al in de website rekening heeft gehouden met hoe zij die informatie aanbieden aan Google. En dat het dus ook uitgeserveerd kan worden naar jou als zoeker. En dat zijn dingen waar je zelf ook rekening mee kunt houden door ervoor te zorgen dat alles op één pagina echt relevant is en past in het thema van die pagina. Relevantie en intentie hebben ook te maken met wat zijn nou de termen waarmee je zoekt in Google. Heb je bijvoorbeeld een transactionele zoekactie, dan wil je iets aanschaffen. Heb je een informationele zoekactie, dan wil je weten, wil je een antwoord hebben op een vraag die je hebt. Heb je een navigationele zoekopdracht, dan wil je ergens naartoe. En dan krijg je waarschijnlijk van Google ook gewoon een resultaat in Google Maps. Je ziet ook dat de resultaten voor web pagina's en die vanuit je voice search worden uitgegeven. Daar zit ook nog weer verschil in. Dat heeft ook nog weer te maken met de verschillende doelgroepen waarop je kunt optimaliseren. Dus wie wil wat en welke call to action hoort daarbij. Dus wat zijn nou de triggers voor die mensen om ook echt actie te ondernemen. Dat zijn allemaal dingen die horen bij relevantie en intentie.